Weet u, dames en heren, wat eigenlijk het beste medicijn is voor een artiest of voor een artieste? Dat is het publiek, dat is het applaus. We hebben deze dame een hele tijd moeten missen, maar ze is er terug. U geeft ze een applaus. Ann-Christie. Anneke, het gaat allemaal een beetje rustiger. Hoe gaat het met je? Stilletjes aan. Stilletjes aan, dat neem ik Het aan. Gaat stukjes beter. Stukjes. Je dus ziet er schitterend uit, hoor. Bedankt, hoor. Drink jij wat na de voorstelling? Ja, we kunnen samen wel een glaasje. Maar je hebt een erg moeilijke periode achter de rug. We gaan niet in detail gaan. Er zijn bladen en week- en dagbladen. Lang, ja. Ja. Maar hoe is het nou? Ik bedoel, zie je een lichtje aan het einde van die tunnel? Wel, er zijn dagen dat ik dat lichtje zie. Er zijn dagen dat ik het helemaal niet zie zitten. Psychologisch denk ik toch wel dat, dat je een heleboel moeilijkheden moet overbruggen. En dat je daar toch nog altijd een beetje mee vastzit. Mm-hmm. Maar vandaag ben ik hier en ik hoop gewoon dat wij een beetje verder kunnen werken. Ja, ja. Ik neem aan dat zoals de voorbije maanden voor jou geweest zijn, dat artiesten eigenlijk maar op de tweede plaats komt. Want daar ging het eigenlijk over de mensen, over ja, de mensen ja. Ann-Christie. En daarom ben ik eigenlijk zo blij dat hier de artiesten Ann-Christie terug zit. Want dat betekent dat voor jou plots weer dat artiest zijn erg belangrijk is geworden. Ja, het is wel erg belangrijk. Natuurlijk dat mens zijn daarnaast, dat hangt een beetje tezamen allemaal. Mm-hmm. Maar ik klamp mij daar toch wel een beetje aan vast. En het geeft mij ook de moed om gewoon verder te gaan. Ik zing graag, ik doe dit beroep graag. Mm-hmm. En ik zit hier graag. Dus, dames en heren, ik geloof dat wij ook Ann-Christie graag in zo'n zetel of op een podium zien. Dacht ik toch, hè? Ja. Anneke, wat nu met de toekomst? Wel, ik heb een nieuwe productie gemaakt. Ja. En die lag al een tijdje klaar. Mm-hmm. Maar die is nu uiteindelijk, geloof een maand, een half, twee maand verschenen. Mm-hmm. En ik ben er erg blij mee. Want ik vind dat Fred Pecky een goed nummer voor mij gemaakt heeft. Dat is Fred van de Pebbles, zoals ja, we Fred noemen, van de Pebbles, ja. Goed, dames en heren, dit krijgt wel een erg bijzondere betekenis, ook dit lied. En we wensen er erg veel succes mee. Ann-Christie, ik leef voor jou. Thank you.